Een zeer goede avond. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, worden de sprookjes voorgelezen. Dan groeit je op en dan stopt dat. Vandaar deze podcast. We zitten live vanuit de balzaal in Gent in de Vooruit. Yay! En ik heb naast mij een Nederlandse collega uit Amsterdam. Ja, Almere. Almere eigenlijk, maar hij woont nu in Amsterdam. Ja. Arie Komen. Goedenavond. En we kregen van ons publiek de geweldige titel, ook een beetje om jou te verwelkomen, denk ik, Arie. Ja. Er was eens een blinde geleide hond die racistisch was en specifiek naar Nederlanders. Goed, hier gaan we dan. Er was eens een blinde geleide hond die racistisch was en specifiek naar Nederlanders. Moeten we eventjes eerlijk erbij vertellen dat de hond niet zomaar een hond was. Het was een chihuahua. En deze chihuahua luisterde naar de naam Hector de Luis Pereira. Hek voor zijn vrienden. En hij was opgeleid als blinde geleide hond. En hij had een baasje die blind was, die hij altijd begeleidde op zijn wandelingen door de stad. Hek had zijn eigen problemen. Hek die dacht vaak na over het leven. Het was een kleine hond, een chihuahua, maar het was ook een filosoof. Uit vraagstukken zoals, waarom zijn er wel blinde geleide honden en geen blinde geleide panda's? En geen blinde geleide katten? En waarom doen andere mensen of andere dieren niks voor anderen? Waarom moet ik het doen? Waarom ik? En terwijl hij al die dingen dacht, was er ook één ding waar Hek problemen mee had. En dat waren Nederlanders. Nou, Hollanders, zoals hij ze noemde. En Hek had een speciaal soort neus. Van ver kon hij Hollanders al ruiken komen. Nou, niet alleen ruiken, hij kon het ook zien. Hij herkende ze van mijlen ver. Birkenstocks, driekwart broeken, superdry shirts, te luid praten. Hollanders. Echt? Nee. Ho. In hun oranje kleuren. Pissend tegen kerken. En nergens echt veel geld uitgeven. Ik heb het één keer gedaan en weer rakel je het op. En telkens er een Hollander in de buurt kwam, vergat Hek zijn taak van de blinde persoon te begeleiden. En viel hij de Hollanders aan. Hij ging los. Hij ging los zoals alleen chihuahuas los konden gaan. Maar Hek was niet zomaar een hond. Hek was gewoon een talenknobbel had hij. Hij met andere chihuahuas deed hij gewoon el waffo. Tegen Duitse herders. Waffen, 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 waffen. Maar als hij Hollander zei, ze weer helemaal los. We zeiden los ging Hek. En wat hij het liefste deed was in de Achillespezen bijten van Nederlanders. Want verder kom je niet. Verder was een chihuahua. Niet, ja. Het blijft een chihuahua. Ja, tenzij hij in België langbeen chihuahuas heeft, maar die heb je nee, niet. Nee. En op een dag, hij was zijn baasje aan het rondleiden en er kwam een hele groep dronken Nederlanders aan. Hollanders. Maar er was niet zomaar iets. Het waren vrouwen. Het Nederlands WK-team had goed gedaan op het WK. En die waren aan het vieren in België. Dus wat is hier aan de hand? Vrouwen? Vrouwen in het oranje, dacht ik. Vrouwen! Maar ze waren mooi. En er gebeurde iets in het innerlijk van Hek. Hij smolt. Hij had een dilemma. Hij was nog altijd kwaad op het feit dat ze Hollands waren. Maar ze waren zo mooi dat ook zijn mannelijkheid geraakt werd. Hij wist niet of hij moest bijten of lekker bijten of lekker bijten of lekker. Hij rukte zich los. Op dat moment hoorde Hek achter zich. Eeeh, hij was helemaal vergeten dat hij een blinde geleidehond was. En zijn baasje was overreden door een taxi. Nu was hij eindelijk vrij. Wat? Dit had hij veel eerder moeten doen. Hij stak de straat over, liep richting de Nederlandse vrouwen. Kwispelend, kwispelend. De dames zagen Hek staan en dachten, wat een lief hondje. Pakte hem op.
Hij sprong eerst nog op hun enkels, begon te likken, begon dan zelf een beetje naar boven te kruipen. Al likkend. Hij begon er tegenaan te ritten. Ja, hij begon er tegenaan te ritten. Hek was oké, de dames waren oké en Hek had een nieuw huis gevonden. Nu namen de dames Hek mee naar Nederland. Hij was nu volledig verliefd op Nederlandse dames, maar Nederlandse mannen... Nee. ...bleef niet werken. En telkens dat een van de voetbalster een knappe man zag en toenadering zocht, joeg Hek de Nederlandse mannen terug weg. Ja, wat bleek? Hek was geen racist. Hij was gewoon een seksist. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Ik ben ook benieuwd. Dat Nederlandse voetbalsters eigenlijk niet lesbisch zijn. Alleen, ze kunnen niet benaderd worden door mannen omwille van de hond. Is dat een moraal eigenlijk? Nee, dat is gewoon... Maar het is de waarheid. Ja, dat is best wel waar. Dat waarschijnlijk lesbische vrouwen niet bestaan. Alleen moeten dan op zoek gaan naar de hond. Dat is ook geen moraal, hè? Nee. Wacht, we gaan nog eens... Wat is nu de moraal van dit verhaal? Hollanders zijn oké. Okay. Slaap lekker. Graag gedaan. Zendelingenwerk.